Bedankt voor het kijken. Gezellig. Hallo videomakkers, mijn naam is Joost. Het is nog steeds warm. Vandaag is het 40 graden, dus dit is mijn allerbeste vriend. Ik noem hem Erkie de Erko. Erko, heb jij wat te zeggen vandaag? Maar vandaag gaan we iets doen met vrienden. En daarbij kan Erkie de Erko niet meewerken. Dus Erkie, je gaat uit. Nee, laat me aan, Joost! Ik heb hem uitgezet. Nee, wat hoor ik daar? Het is een stem van niet Erkie de Erko. Het is Vincent! We gaan een lekker duo teleportatiemappie spelen. Dit moeten we met z'n tweeën doen. En we gaan heel veel teleporteren, Vincent. Ben je er klaar voor? Ja, maar doe wel een bakkie water onder je hoofd, Joost. Oh, bakkie water. Oh, wacht. 15 seconden staat hier. Staat hier ook, ja. Subscribe to me. Nee! Oh, wat is dit? Subscribe to my YouTube channel. Hij heeft nog geen mappies. Joost Bouwhof. Ah! Het is een teleportatiemappie, Vince. Dus we gaan waarschijnlijk teleporteren. Ik ben heel erg benieuwd hoe dat werkt. Oh, pas op. We moeten door een deur. Ik heb het gehaald. Ik ook. Nice. Lekker, man. Oh, we moeten hier op een knopje drukken. Deurbel. Ja, ik zie de deurbel ook. Ik heb hem geprest. Wat gebeurt er nu bij jou? Ja, de portal is open. Ja, Renio! Bij mij ook. Gaan we. Oké, ik zie je later, alligator. Ja, ik ben aan het springen. Oh, een jump pad. En een gat. Oh, ik ben geteleporteerd. What the fuck, waar ben ik? Oh, naar beneden. Moeten we naar beneden of moeten we... Nee, we moeten omhoog. Nee, we moeten parcouren. Ja, dat is cool. In één keer, een teleportatie. Ik wist niet eens dat dit kon, joh. Ja, dat is nieuw, want ik kwam ook heel veel portalmappies tegen. Oh, jemig Joost. We hebben al 2 van de 5 munten. Dan zijn we al klaar. Is het zo'n kort mappie? Leuk mappie, Joost. Ja, we zijn gewoon heel goed, Vincent. We zijn gewoon echte professionals. Ja, bedankt voor het kijken naar deze video van 3 minuten. Oké, ik haal die jump niet. Haal jij hem? Ja, bijna elke keer. Oh, ik haal hem echt bij verre na niet of zo. Oh, ik probeerde een dubbel jump te doen. Gewoon door de 2 mee te nemen. I'm gonna cheat the system. Oké, ooit komt het goed. Joep. Ooit. Dammit, hoe de hel kom je zo ver? Ik kom niet eens bij de rand van dat ding. Het zit hem allemaal in de polsjes. Is dat zo? Ja, hoe soepeler je pols en de bal is, hoe beter je hem haalt. Flick of the wrist, maar ik kom niet heel ver. Joost, ik ben al bij het einde van de map bijna. Serieus? Het was heel gezellig. Mag ik wel in de beschrijving? Ja, maar hoe kun je nu al bij het einde zijn, Vincent? Geen idee. Bro, het is toch een super duper teleportatie leveltje. Dan moeten we toch kunnen teleporteren. Ik heb nog maar 1 teleport gehad. Wow, ik ben weer geteleporteerd. Kijk, ja, mijn Vincent die gaat gewoon heel het mappie door. En ik zit gewoon heel terug te zijn. Weet je, had ik deze video maar opgenomen met Erkie de Erko, Vincent? Die had gewoon op me gewacht. Die was denk ik een stuk leuk. Ja, weet je wat de vorige keer in de reactie stond? Wat stond er? Vincent zit de hele tijd op Joost te wachten. En op het moment dat Joost voor de finish kan gaan, gaat Joost finishen. Ik heb het gehaald. Ik ben heel trots op mezelf. Dat stond er de vorige keer in de video. Dat is wel wat er gebeurt inderdaad. Je hebt helemaal gelijk. Maar ik heb in ieder geval de impulse area heb ik overleefd. Ik heb het gehaald. Hoppakee. Oké, you must switch off the barrier to come back. Oh, oké. Waar moet ik dat? Dat moet ik hier doen. Oh. De barrier. Ik ben aan jouw kant, Vincent. Ik heb jouw barrier even opengezet. Ben je blij? Of nee, ik heb mijn eigen barrier opengezet. Hop. Hop. Ik hoor allemaal schietermanen. Wat is er gebeurd allemaal? Ah, what the hell? Oké. Ik wilde op een knopje drukken en toen teleporteerde ik in één keer de andere kant op. Dat is cool. Ja, oké, ik ga echt top. Ik heb een knopje aangedrukt en toen ging ik in één keer naar de volgende area toe. Oh, ik moet met een bumper door een deur heen. Ja, maar dan moet je gewoon op het knopje drukken. Wat? Welk knopje? Erop lopen. Dan haal je hem veel makkelijker. Oh, erop lopen, dan haal je hem makkelijker. Uh-oh. Oh,
Oh, ik heb de deur open gedaan. Dat is nice. Ik stond op de rand. Ik sprong er weer af omdat ik panisch werd. Heel goed. Oké, ik heb hem gehaald. Ik heb de hele stuk gehaald. Knopje indrukken. Oh, ik ben geteleporteerd. Nice. Oh, wat is dit? Je gaat het volgende echt super cool vinden. Ja, ik hoop het. Ik ben nu aan het triggeren. En ik moet met een ATK rijden. Gaan we. Scoot. Lekker zigzaggen. Ja, maar dit is wel een race, hè? Maar het is niet echt een race meer, omdat... Wat? Oh, fiets! Vincent, nee! Wat heb je gedaan? Oh, dit is ronde 1 van de 3. Ja, dat vind ik niet leuk. Oké, Erko. Hallo, heb je... ik ga gewoon met jou opnemen, Erkie. Ja, dat vind ik ook. Ik ben het helemaal met je eens, Erkie. Veel leuker dan Vincent, want die finisht gewoon de map, terwijl ik nog niet eens bij het einde ben. Jawel, stom. Joost. Ja, dan moet ik weer... Ja, maar dan moet ik helemaal dat stomme impulsstuk weer opnieuw doen. Ja, maar Joost, dat kan je. Ik ben er helemaal niet goed in, Vince. Jemig. Ik kom nu naar je huis toe en ik laat je zien hoe het moet. Ja, ik deed het gewoon per ongeluk. Of zo. Ik weet het niet. Ik ben een vis met tatoeages, zie ik nu pas. Het is een beetje gek. Oké, ik zou nu bij het 5e balletje wachten. Ja, totdat jij hem ziet, dat je hem kan ruiken en dan pak ik het 5e balletje. Ja, dat is goed. Dan is het wel eerlijk. Krautje voor de bouncer, dan kan je hem in één keer halen, hè? Krautje voor de bouncer, dan kan je hem in één keer halen. Ja, wist je, doe je dat nooit? Ga je altijd gewoon rechtsop staan de... Ja, joh. De bouncer? Oh. En dan haal ik hem ook. Ja, ik doe hem altijd krautje, dan weet je altijd. Ja. Dan kan je veel meer spelen. Lekker maar, springen. Ik geef je nu een tip, hè? Ja, dat is goed. Dus dankjewel voor de tips van Vince. Oké, we zijn bijna weer geteleport. Bij de dinges. Ik heb allemaal ijsvoeten, dat is gewoon heel vervelend. Vond je leuk, hè, dat ik alvast het 5e muntje pakte? Ja, heel leuk. Ik ben weer bij de impuls. Ja, ik ook. Ja, dat in één keer zeker. Oh, dat is een fijne first try! Ja, dat bedoel ik. Dat bedoel ik, Vincent. Dat is toch niet eerlijk? Ah, goddammit. Ja, Vincent! Oh, ja, ik ga hier sowieso 6 miljoen keer over doen. Oh, ik ging weer veel te hoog nu. Kijk, ik heb wel een beetje een idee hoe ik het misschien kan doen. Want ik deed telkens een beetje anders. Deze gozer heeft echt gewoon een... lekker de checkpoints goed gezet. Ja, de checkpoints zijn wel nice inderdaad. Ik irriteer me altijd aan mensen die een map maken en de checkpoint de verkeerde kant op hebben. Oh, dat je verkeerd omspant, zeg maar. Ja, dat is echt om te huilen gewoon. Ja, maar dat is zeg maar... Dat is toch niet de mapmakers ding? Ja. Wel? Ja. Oké. It's all in the techniek. It's all in the techniek. Ja, ik heb al heel lang geen mapje meer gemaakt in Fortnite. Kijk hem staan naar die man. Ah! Ja, ik probeer nieuwe dingen hier, Vincent. Ik probeer nieuwe dingen. Heel goed. Ik ga naar het 5e muntje en ik zie je straks. Goddammit. Nou, Joost. Was weer gezellig. Oeh, ik raakte me meteentjes het randje aan. Het scheelde heel weinig. Ik ga ondertussen even naar de wc, even wat drinken halen. Nee, ik hoor jou gewoon met die ATK rijden. Gewoon omdat er één area in de map zit waar ik gewoon niet goed in ben. Gewoon één ding wat me nooit lukt in dit soort mapjes zijn altijd de impulse gyms. Oh, maar nu heb je nooit dat leuke stukje gezien, Joost. Ik heb hem gehaald, ben je blij? Heel blij, want nu hoef ik niet zo heel lang te wachten. De rest dat haal je. Ja. Gelukkig schieten de manen niet op me, weet je wel. Die laten me lekker met rust. Heel aardig. Oké, wat is dit? Teleportaal. Geen teleportatie. Oh, dit is leuk. Heel leuk. Nee, dit is minder leuk. Wat is er nou weer niet leuk vindt? Je bent gewoon dood gegaan. Ja, ik zat op jouw helft. Ik dacht, ga even lekker op jouw helft trollen. Oh, toen ging je dood door de map. De death zone. De death zone. Je kan ook niet zomaar naar mijn mapje toe. Naar mijn kant. Dat is gewoon... privéterrein. Ik zit op jouw helft. Ja. Het spijt me zeer, maar ik ben er toch. Oké. Dat is goed. Dan kan je naar me zwaaien als ik zo meteen langs kom. Weet je nog dat je kon doorlopen als je net gespand was? Want dan kon je niet dood, omdat je een soort van spanprotectie had. Ja, dat hebben ze nu weggehaald. Dus ik ging gewoon dood. Nou, oké. Ik ben nu bij balletje nummer 4. I am here. Oké, dat was heel gek. Ik ben in één keer geteleporteerd. Een dropper! Oh, dat was heel gek. Oké. Links springen en dan naar achteren in het midden. Woe! Oh! Hey, Joost! Dat was een leuk stukkie. Zei ik toch? Hij was heel geinig. Ik moest wel even goed nadenken, maar ik heb het wel gehad. Wat is hij nou weer aan mijn kant?
Ja, het muntje staat hier. Ja, maar ik val gewoon in het water, Vincent. Zag je dat? Joost, het muntje staat hier. Is dat het gezamenlijke muntje of is dat gewoon een muntje? Ik raak hem aan met het stokkie. Oh, kijk nou uit, Vince. Laat me nou eerst ik eventjes gaan. Ik raak hem aan met het stokkie. Ja, nee, ik weet dat je hem heel graag wil grijpen met je handjes van je. Maar ik wil eventjes... Ik spring... Hij doet geen bunny hops meer. Wat is er veranderd aan dit spel? Ik heb het even een maand niet gespeeld en het is gelijk een heel andere game geworden. Joost, mijn stokkie wordt wild. Ja, ik word ook wild omdat deze ceiling jumps niet meer werken op de manier hoe ik gewend ben dat ze werken. Maar Joost, je hebt ook zo'n mooi stokkie. Waar heb je het over? Oh, die stomme emote. Maar dat stokkie wordt wild, Joost. Ja, en mijn voeten willen hem ook aanraken. Oh, het is een gezamenlijk muntje. Joost, dit muntje! Wachten. Ja, ik doe niks! Ik doe niks! Mijn stokkie! Wacht, kan mijn stokkie hem ook aanraken? Ik ga hem niet pakken. Ja, hij prikt hem wel flink hoor. Hij prikt hem flink. Nou, pak hem maar, jongen, jij hebt hem verdiend. Kijk hem lopen. Kijk hem gaan. Gaat hij hem pakken? Hij is dichter bij het stokje. Gaat hij hem pakken? Wie heeft hem nou? Ja, jij hebt hem. Nice. God damn it. Oké, ik ben nog steeds niet goed in impulse, jumps. Goed, nou, Vincent, heb je nog een laatste woord? Gewind! Je hebt gewind, dat is heel goed. Erkie, heb jij nog een laatste woord? Ja, Erkie dept voor mij. Dat zijn hele mooie woorden. Ik ben het met hem eens. Hopelijk hebben jullie thuis allemaal deze ongelofelijke pestwarmte overleefd. Ik niet. Vincent, heb jij het overleefd? Ja, want in mijn kamer is het gewoon 19 graden. Echt top. Heel goed. Oké, nou, doei!